wedstrijd voort. En het is dan ook tijd om een van de twee echte journalisten aan te kondigen die hier vanavond het woord gaan nemen. De man die de laudatio zal uitspreken over onze laureaat, Alain Louton. Man van de zee, geboren in 1972 en intussen al meer dan 25 jaar redacteur bij Trends. Hoe leid je iemand als Alain Louton in een gezelschap dat op intellectueel en maatschappelijk niveau de lat sowieso al hoog legt? Misschien door de link te leggen met een van zijn twee favoriete sporten, alhoewel de andere sport degene is die hij zelf beoefent. En deze is vooral van achter het televisietoestel, het wielrennen. In het wielrennen zijn er, tot nader order, vijf monumenten. Milaan-Sanremo, de Ronde van Vlaanderen, Parijs-Roubaix, Luik-Bastenaken-Luik en de Ronde van Lombardije. Over de Ronde van Vlaanderen wordt tegenwoordig wel wat getwijfeld, want sinds Wouter van der Houten zich met het parcours heeft bemoeid, lijkt het meer op een veredeld criterium. En zijn er heel wat kenners die zeggen dat bijvoorbeeld de Strade Bianchi binnen een aantal jaren zonder schroom de plaats van de ronde kan innemen. Maar dat is misschien een discussie voor een andere gelegenheid. Maar laat me wel de brug maken naar van de vijf monumenten in het wielrennen naar vijf monumenten uit de Vlaamse journalistiek. En dat is uiteraard een puur persoonlijke selectie. U mag daaraan toevoegen of schrappen, zoals u belieft. Maar dat zouden bijvoorbeeld Rick van Kouwelaert, Guy Tegenbos, Walter Pauli, Mia Doornaert en Alain Louton kunnen zijn. Omwille van verschillende redenen. Omdat het mensen zijn die het belangrijk vinden om eerst de feiten neer te schrijven en dan de feiten te gaan kaderen. Omdat het mensen zijn die, ongetwijfeld ook voor een stuk door hun ervaring en de gelegenheid hebben gehad om een carrière langdurig in dezelfde omgeving op te bouwen, de geschiedenis kennen. En dat is al een eerste punt waaraan het heel wat van de moderne journalisten ontbreekt. Ze kennen gewoon de geschiedenis niet meer. Vraag aan de gemiddelde journalist wat het vliegwiel was voor het Belgisch separatisme. En ze zullen u meer dan waarschijnlijk antwoorden dat het de schuld was van de Vlamingen. Terwijl iedereen met iets wat kennis van de geschiedenis weet dat de regionalistische beweging in Wallonië is ontstaan. Omdat men in Wallonië problemen had met de transfers die in omgekeerde zin dan via België liep. Het zijn ook stuk voor stuk mensen die, nadat ze de feiten hebben gekaderd, vervolgens de feiten hebben weergegeven, vervolgens die feiten gaan kaderen en ook niet aarzelen om hun eigen mening over die feiten te geven. En in die zin heeft Hugo de Ridder, die ons al enkele jaren ontvallen is, ooit gezegd: in mijn journalistieke loopbaan heb ik altijd het adagium gehanteerd: een journalist zonder engagement is een triestige vent of vrouw. Waarmee hij wilde zeggen dat journalisten nooit neutraal konden of moesten zijn. Journalisten moeten objectief zijn, maar niet neutraal. Objectief wil zeggen dat we de feiten weergeven en vervolgens die feiten een eigen appreciatie of invulling geven. Neutraal wil zeggen dat je geen mening hebt over de feiten die zich voordoen. Voor in dat geval kunnen we de journalistiek beter afschaffen, want het is toch net dat wat we van journalisten verwachten, dat ze feiten en gebeurtenissen die zich voordoen, vervolgens gaan kaderen in een bredere evolutie doorheen de tijd. En Alain Louton valt zonder twijfel in deze categorie. Hij heeft een aantal boeken op zijn palmares, waarvan De Vlering Boys uit 2013 de eerste bekende was. Maar zijn magnum opus als het gaat over Belgische politiek is ongetwijfeld Het Geld is Op uit 2017. Een boek dat, nu ondertussen 7 jaar oud, perfect voorspelt waar we vandaag in beland zijn. Ontsporend deficit, ontsporende schuld, onbeheersbare uitgaven. Dus misschien, Alain, is aan u wel een carrière als waarzegger of lottovoorspeller verloren gegaan, want je had toen al gelijk, ook al hadden de struikrovers van vooral de M34 daar heel wat problemen mee en is er nog altijd persona non grata in de Melzenstraat. Bij deze graag het woord aan onze laudatiegever van de Prijs voor de Vrijheid 2024,
meneer Alain Boudon. De intellectueel leeft gescheiden van economische en sociale realiteit die hij zegt kent. Hij kijkt met een nostalgische blik naar het universalisme. Hij is eerder links. Hij leeft in een van oorsprong katholiek land en die landen werden meer blootgesteld aan het communistisch universalisme dan de protestantse landen. Hij droomt van een totale oplossing van de sociale problemen. Er is ook een element van conformisme. Het is gemakkelijker om zich links of progressief te noemen dan te weigeren om het te zijn. Dit is, dames en heren, een uitspraak van de Franse filosoof Raymond Aron, geboren in 1905, overleden in 1983, tijdens een tv-interview. Wat mij opvalt is dat dit citaat uit de jaren 60 van vorige eeuw, mits enige actualisering en aanpassing, vandaag de dag een mooie, een perfecte omschrijving is van het gros van de huidige generatie intellectuelen en opiniemakers in Vlaanderen. Ook zij wentelen zich in een soort van gemakzuchtig conformisme gekoppeld aan een moreel superioriteitsgevoel. Godzijdank is er geen heimwee meer naar de communistische dictatuur, al kunnen we daar soms op over twijfelen wanneer ik bepaalde adepten van die groep bezig hoor, of het gemak waarmee gepleit wordt voor nog hogere belastingen, aantastingen van privé-eigendom en extreme herverdeling. Nu, bij die intellectuele elite vandaag merken we in de inname van hun standpunten een grote voorspelbaarheid. Hun opiniestukken, vrije tribunes, columns en aanverwanten in verschillende media zijn zeer sterk en wisselbaar. Ze zijn aanhangers van wat we vandaag een links-liberaal credo mogen noemen. Ze leggen een elitair misprijzen voor de gewone man en vrouw aan de dag, de zogenaamde deplorables. Ze frequenteren hun eigen kringetjes en daardoor leven ze gescheiden van een groot deel van de bevolking. Dit is dus de maatschappelijke en sociale realiteit waar Raymond Aron het over had, zoveel decennia geleden. Het verklaart ook waarom men zeer verbaasd is wanneer radicaal rechts een verkiezingsoverwinning behaalt. Dominant hier is ook in die kringen een grote frustratie over het katholieke verleden van Vlaanderen. En over Vlaanderen gesproken, Vlaamsgezindheid wordt omschreven als oppolig en gedateerd. Het verleden moet liefst gedeconstrueerd worden. En last but not least, de westerse mens, de witte blanke man, weet u wel, moet een schuldgevoel voor het verleden worden aangepraat. Intellectuelen, denkers en opiniemakers die tegen deze stroom ingaan, worden snel in een verdomhoekje geduwd. Om niet te spreken van een excommunicatie naar een sterke morele veroordeling. Dit is wat de Duitse rechtsfilosoof Karl Schmitt geseculariseerde theologie noemde. Indertijd werd Raymond Aron scheef bekeken door de weldenkende intellectuelen. Ook al had hij over het communisme gelijk, blijken ze feiten. Maar de intellectuelen in Frankrijk bleven dwepen met de existentialistische filosoof Jean-Paul Sartre, waarvan bekend was dat hij weigerde afstand te nemen van het communisme. Ook al was men na de dood van Stalin in 1953 op de hoogte van de gruwelen van het regime. Maar het ordewoord in intellectuele kringen was duidelijk: mieux vaut avoir tort avec Sartre que raison avec Aron. Het verbaasde me dan ook niet dat Mia Doornaert in haar columns in de Standaard meermaals verwijst of verwezen heeft naar Raymond Aron. De man was trouwens net als zij ook een journalist en noemde zich een spectateur engagé. Dat is trouwens ook het boek van een interviewboek met Aron dat nog altijd zeer leesbaar is en dat ik hier iedereen ten zeerste aanbeveel. De laatste keer dat Mia Doornaert in een column in de Standaard naar Aron verwees was op 11 januari van dit jaar. De titel van de column luidde: de nuttige idioten van Hamas helpen de Palestijnen niet. Het handelde, jawel, over de intellectuele kringen en die van de voorspelbare opiniemakers of commentatoren
die zeer kritisch waren voor de militaire operaties van Israël in Gaza. Tegelijk werd er amper nog gesproken over de pogrom van Hamas. Ik citeer uit de column: het snelle westerse geheugenverlies over de wreedheden van Hamas van 7 oktober in Israël toont opnieuw hoe actueel de grote Franse filosoof en socioloog Raymond Aron blijft. Dit schreef hij al in 1958 in L'Opium des Intellectuels over Belzaam. Ongenadig voor de tekortkomingen van de democratieën, maar langmoedig voor de ergste misdaden als die maar gepleegd worden in de naam van de juiste doctrines. Die nobele zielen, of nuttige idioten, dekten in der tijd de tientallen miljoenen doden, de martelingen, de onderdrukkingen onder Stalin, Mao en andere communistische leiders toe. Des te heviger waren ze tegen het slechte Amerika, het slechte Westen. Einde citaat. De giftige reacties van de trollen op sociale media na het verschijnen van de column van Mia Donat lieten niet op zich wachten. Het blijft dus opletten geblazen voor opiniemakers die een buitenbeentje zijn en die op de tenen trappen van de weldenkende intellectuelen en commentaarschrijvers. In dat verband is Mia Donat met haar curriculum, zoals Raymond Aron, eigenlijk ook een spectateur engagé, of beter, een spectatrice engagé. Dat was zo in haar journalistieke loopbaan en evenzeer, zo niet nog meer, met haar commentaarstukken en haar opiniestukken. En ze raakt de anderen waar het pijn doet. Ze confronteert de opiniemakers met eigen inconsequenties. In het hoogdebat heeft Mia Donat een positie ingenomen waarbij ze tegengas geeft wanneer sommigen met veel graagte het westerse verleden deconstrueren. Ze zit daardoor natuurlijk in een positie die het moeilijk maakt om haar frontaal aan te vallen. Om te beginnen is ze een vrouw. Dus spreken over de witte, heteroseksuele mannelijke boomer is al zeer moeilijk. Een rechtse Vlaamse nationalist dan, in de lijn van partijen als N-VA en Vlaams Belang. Haar zo afschilderen lukt ook niet, want ze is barones. Het doet dus pijn voor sommigen dat ze niet in één hoek te duwen is. Al is ze toch al vaak het slachtoffer geweest van persoonlijke aanvallen, die ze, het moet gezegd, moedig wedersproken had, zoals men in het huis stelt. Ik neem even terug naar 2018. In dat jaar wordt Mia Donat voorgedragen als nieuwe voorzitter voor het Vlaams Fonds voor de Letteren. Dat was in 2000 opgericht en had als doel om de Nederlandse literatuur in Vlaanderen te promoten en vooruit te helpen. Pas voorzitters waren Paul de Wispelaar, een bekend schrijver, dus logisch. Ik ga hier ook niet alle voorzitters opnoemen, maar één ervan was gewezen groenkopstuk Jos Gijsels. Een politicus of oud-politicus als voorzitter, dat was allemaal geen probleem en daar werd ook niet over gediscussieerd. Dat toenmalig Vlaams minister-president Geert Bourgeois Mia Donat naar voren schoof, lag blijkbaar een stuk gevoeliger. Omdat ze, tussen aanhalingstekens, een conservatief imago had. Omdat ze vasthoudt aan het hanteren van het standaard Nederlands. Dat is eigenlijk iets dat een troef is voor iemand die zo'n functie zou ambiëren. Blijkbaar niet. Er heerste enige bezorgdheid of de nieuwe voorzitter van het Vlaams Fonds voor de Letteren wel schrijvers van allochtone origine zou verdedigen, want, ja, Mia Donat stond bekend als islamkritisch. Iemand die voorop ging in de strijd was de standaardjournalist Marc Reyneboom. Die vreesde dat de politiek, en dan vooral een nationalistische partij als de N-VA, greep zou krijgen op het fonds en dus de literaire bakens zou uitzetten. De politiek zou zich dus met literatuur bemoeien. Het was nog geen Goebbels-operatie, maar een politisering van de cultuur leek volgens Reyneboom onvermijdelijk. Voor een buitenstaander is het eigenlijk opvallend dat zo'n discussie wordt gevoerd, want Mia Donat is geen lid van een politieke partij. En dat ze zich als barones voor de kar van een nationalistische politieke formatie zou laten spannen, was al helemaal van de pot gerukt. Maar de geest was uit de fles. Blijkbaar werd die vraag niet gesteld toen Jos Gijsels het fonds leidde. Maar ja, zo stellen Reyneboom en co, Jos, dat was toch een liefhebber van literatuur. En Mia Donat niet? Een vreemde redenering. Eer wie er toekomt, gelukkig gooide Knak haar een reddingsboei toe met een uitgebreid interview in datzelfde jaar.
Ik citeer een antwoord van Mia Doornat op een van de vele vragen over haar aanstelling. Waar haalt men het dat het Vlaams Fonds voor de Letteren gepolitiseerd zou worden door mijn benoeming? Mijn verleden bewijst mijn onafhankelijkheid. Ik was en blijf een tegenstander van de splitsing van het land, die niemand een meerwaarde zou opleveren. Bij de Standaard heb ik een afdeling van de socialistische vakbond WBTK helpen oprichten. En ik heb op het einde van mijn carrière 2 jaar op het kabinet van Yves Leterme gewerkt. Overigens met heel veel plezier. Maar ik ben nooit lid geweest van welke partij ook. Ik hoorde niettemin dat ik nu dus zelfs een plaats op een lijst van de N-VA zou ambiëren. Men zal mij nogthans nooit genoeg kunnen betalen om in de politiek te gaan. Einde citaat. Enfin, het was snel case closed. Mia Doornat werd voorzitter van het fonds en dat tot 2022. Nu, ik breng het verhaal hier omdat het relevant is, omdat sommigen denken, sommige opiniemakers, dat schrijvers enkel progressief en links en wellicht anti-Vlaams mogen zijn. En zij die hun belangen behartigen dus ook. Het is veelzeggend voor het huidige intellectuele klimaat in Vlaanderen. Wat zeg ik, het huidige intellectuele klimaat? Een eenheidsworst denken dat al jaren dominant is in Vlaanderen. En dat is de verdienste van Mia Doornat, dat ze daar in haar columns en ook in haar tv-optreden tegen ingaat. Want de morele groep weldenkenden blijft deugdpunten geven aan alles en iedereen die deelneemt aan het intellectuele debat. En owee als men standpunten inneemt die tegen hun eigen credo ingaan. Want daarin zijn zelfverklaarde verdedigers van hun meningsvrijheid en verdraagzaamheid alles behalve tolerant. Men schept bijvoorbeeld op critici van woke. Ook zij die de klimaattransitie niet zien als een nieuwe ijsleer, worden aangevallen. Tussen haakjes, wat steeds meer mensen zich afvragen, wie heeft er van klimaat en milieu eigenlijk een cultuuroorlog gemaakt? Is het niet al te gemakkelijk om alle wie niet kritiekloos het grote gelijk van de groene volgen af te schilderen als extreemrechtse populisten? Maar ik ga terugkomen op de progressieve ridders die deugdpunten uitdelen of de duim omhoog of omlaag draaien om andere opiniemakers en commentatoren te beoordelen. Ze hebben het toch niet begrepen op zij die zich ergeren aan het feit dat de Internationale Vrouwendag, 8 maart jongstleden, wanneer dat die gekaapt wordt door radicaal linkse feministes en mannenhaasters. Het is trouwens niet anders telkens als Mia Doornat naar de politiek correcte gewetensrechtbank wordt gesommeerd op de VRT, een programma genaamd De Afspraak. In haar kritiek op een zelfverklaarde intellectuele elite die zich boven alles en iedereen verheven voelt en gemakkelijk vatbaar is voor radicale messianistische denkbeelden, heeft Mia Doornat natuurlijk het voordeel dat ze correspondente in Frankrijk is geweest. Want in dat land heb je de voorbije decennia een overtal aan figuren gehad die zich lieten verleiden door een moraliserende, progressieve heilsleer en totalitaire denkbeelden en er trouw aan bleven, zelfs toen ze door de feiten werden ingehaald. Fellow travelers dus, van wat aanvankelijk mooie idealen leek. Zo laat Mia Doornat, en het is terecht, niet na te verwijzen naar een periode die voor deze groep weldenkenden mythische proporties heeft aangenomen en zich, toch wat het Europese continent betreft, vooral in Frankrijk en Parijs heeft afgespeeld. Ik kan het bijvoorbeeld hebben over mei 68, de revolte en de uitlopers ervan, een carnaval zoals de al vernoemde Raymond Aron het omschreef. Wat schreef Mia Doornat over mei 68, een generatie die ze goed gekend heeft? In een recente column vond ik het volgende terug. Wat blijft er over? Na 50 jaar en ongetwijfeld de laatste herdenking door nostalgici van de tijd van toen, blijkt de erfenis echt discutabel. De jaren 60 brachten meer democratische verhoudingen teweeg en de opkomst van emancipatorische bewegingen. Ze zwengelden dankzij de pil de seksuele vrijheid aan. Ook wie later het individualistische ultraliberalisme omarmde, was erfgenaam van de moi d'abord sfeer. Maar tot de negatieve gevolgen behoorde de verwerping van alle gezag en maatschappelijke discipline. Diefstal werd goed gepraat als proletarisch winkelen. Geweld vergoelijkt als het revolutionair was. Als een regel je dwars zat, dan hoef je die niet na te leven, want de regel was fout. Rationeel debat week en moest plaatsmaken voor contestatie.
de kloven in de politiek en de maatschappij verdiepten. Individuele verantwoordelijkheid werd veel gelicht. De schuld voor alles wat fout ging lag bij de maatschappij. Dat de kwaliteit van de maatschappij ook van het gedrag van haar burgers afhangt, kwam niet ter sprake. Jeugdige delinquenten en andere misdadigers waren slachtoffers van een onrechtvaardig systeem. Einde citaat. Het probleem met deze kringen van intellectuelen en opiniemakers is dat ze ex post ook geen introspectie tonen, ook wanneer de geschiedenis hen ongelijk geeft. En dat vinden we inderdaad ook bij onze zuidere buren, het land, een land dat Meadowland goed kent. Twee voorbeelden ter verduidelijking, en ik ga er meteen bij zeggen, die ideologische blindheid van toen kan worden getransponeerd naar de ideologische blindheid van vandaag en de huidige obsessie van de linkse elites. Ze zien zichzelf als verdedigers van de vrijheid, maar doen eigenlijk het tegenovergestelde. De lessen uit het verleden en van bij de zuiderburen behouden eigenlijk altijd actualiteit. Een eerste voorbeeld. Binnen 50 jaar geleden viel de Cambodjaanse stad Phnom Penh in de handen van de communistische Rode Khmer. Wat volgde was een van de gruwelijkste genocides ooit, met 1,7 tot 2 miljoen doden. De toenmalige linkse Franse intelligentsia was althans enthousiast over de machtsovername van Pol Pot en zijn kornuizen. En dat bleef ze nog een tijd, zelfs toen de miljoenen doden niet langer te ontkennen waren. Het was een overwinning van het volk en van de wapens. De vlag van het verzet wapperde over Phnom Penh. Het waren in de dagen na 17 april 1975 de koppen van de linkse en extreem-linkse Franse kranten Libération en L'Humanité. Op de voorpagina van de communistische L'Humanité prijkten toen nog de portretten van Friedrich Engels, Karl Marx, Lenin, Jozef Stalin en Mao. De linkse pers was in euforie toen bekend raakte dat de communisten van de Rode Khmer de Cambodjaanse hoofdstad Phnom Penh hadden ingenomen. Een machtsgreep die het gevolg was van de chaos in de regio door de Vietnamoorlog. De linkerzijde en zeker de Franse intelligentsia waren in de nasleep van mei 68 vol bewondering voor dit communistisch experiment. Wat er onder het bewind van Pol Pot in Cambodja daarna gebeurd is, is ondertussen bekend. Een van de verschrikkelijkste genocides in de wereldgeschiedenis. Bewoners werden gedeporteerd, moesten slavenarbeid verrichten en werden vermoord. 1,7 tot 2 miljoen Cambodjanen stierven en dat op een bevolking van 7 miljoen. De film The Killing Fields uit 1984 toont aan dat het ook in het Westen niet direct duidelijk werd hoe crimineel het regime van de Rode Khmer was. Maar wat opvalt is dat de manier waarop de linkerzijde, de culturele elite en zelfs een deel van het establishment in Parijs de feiten ontkende of relativeerde. Het beeld van de communistische heilstaat moest kost wat kost overeind blijven. Het is voor de jonge generatie niet altijd even gemakkelijk om te vatten, anno 2024, maar in de jaren 70 bestond er ter linkerzijde een ideologische blindheid ten opzichte van communisme en Maoïsme en andere totalitaire regimes. De Gulag-archipel is nu net 50 jaar geleden. Het opus magnum van de Russische dissident Alexander Solzhenitsyn over de Sovjetkampen werd verhuisd, want het zou Amerikaanse propaganda zijn. Hij waarschuwde in 1975, na de val van Phnom Penh, voor een nieuw systeem van concentratiekampen. Deze dissident werd weggelachen. Ook de Franse regering was blind voor de situatie. Er waren half april 1975 nog Franse gendarmes aanwezig in Phnom Penh en zij leverden de voorzitter van het Cambodjaanse parlement toen uit aan de Rode Khmer. Hij werd geëxecuteerd. De regering van de toenmalige Franse president, Valéry Giscard d'Estaing, verspreidde via Le Monde en Le Nouvel Observateur sussende verhalen over Pol Pot en compagnie. Maar al in 1976 verschenen in Le Monde, La Croix en Le Figaro getuigenissen over concentratiekampen, hongersnood en moordpartijen. De linkse intellectueel en de Gaulle-biograaf Jean Lacouture geloofde er niets van, omdat de verhalen werden gepubliceerd in een rechtse krant als Le Figaro. Toen hij met de feiten werd geconfronteerd, paste hij een klassieke linkse truc toe. Wat in Cambodja gebeurde, was eigenlijk geen communisme, maar een nazisme van de rijstvelden, dus rechts. De latere premier, de socialist Lionel Jospin, was in Le Monde wel kritisch en stelde dat een concentratiekamp er nooit is in geslaagd een nieuwe mens te creëren. Georges Marchais, de voorzitter van de communistische partij, reageerde woedend.
De Rode Kruis hadden toen ook een Franse fellow travelers, zoals de socioloog Serge Tillon. Hij was het schoolvoorbeeld van een intellectueel die enthousiast reageerde op de regimewissel in Cambodja. Hij dronk naar het land van de Rode Kruis en kwam tot de vaststelling dat ze gestructureerd waren, maar dat ze eigenlijk geen extremisten waren. Geconfronteerd met deze moordpartij stelde Tillon dat het hier onmogelijk om een genocide kon gaan. De filosoof Alain Badiou schreef in 1979 een tekst waarin hij de Rode Kruis verdedigde. Toen was men althans al lang op de hoogte van het criminele karakter van het regime. Maar voor Badiou werd er een anti-Cambodjaanse hets gevoerd, opnieuw geïnspireerd door de Amerikaanse CIA. De extreem linkse linguist Noam Chomsky stelde Badiou voor om te stellen dat de misdaden van de Rode Kruis een reactie waren op het westerse imperialisme in de regio. Dat uitgerekend de Franse extreemlinkse intellectuelen het opnamen voor de Rode Kruis mag niet verbazen. Veel van de kopstukken van de Rode Kruis liepen in de jaren 50 school aan de Franse universiteiten. Ze kregen er bewondering voor de Franse revolutie en meer bepaald voor de terreur onder Robespierre. Ook de mislukte linkse coup in Parijs van de Commune in 1871 inspireerde hen. Ze gaven hun kinderen namen van Franse revolutionairen. Ze wilden de totalitaire principes van de Franse revolutie in Engeland toepassen. Dus toen waren deze morele of moraliserende verdedigers van de vrijheid eigenlijk vijanden van die vrijheid. En het is altijd de verdienste geweest van Mia Doornaert om dit denken te doorbreken. Ik heb ter voorbereiding van deze column, zoals u ondertussen wel zal beseffen, gesnuisterd in haar vele columns en opiniestukken. Het voelde trouwens voor de journalist is dat hij daar voor eeuwig en altijd een taalig snel toegang toe heeft. En ik was ook niet verbaasd dat Mia Doornaert samen met Rick van Kouwelaert van de Tijd zowat de enige commentator is die ooit in een stuk verwezen heeft naar Pierre Rijkmans of Simon Leijs. Simon, wie, zou je zich afvragen? Al denk ik dat er in het gezelschap bij een aantal mensen wel een belletje gaat rinkelen. Hij is in Vlaanderen helaas te weinig bekend en dat is jammer. Want het gaat hier om een strijder der vrijheid zoals terecht de nodige aandacht kreeg in een van de columns van Mia Doornaert. Simon Leijs, geboren in 1935 en straks 10 jaar overleden, in 2014, is eigenlijk een pseudoniem. Meer bepaald van Pierre Rijkmans, of ik moet eigenlijk zeggen Pierre Rijkmans. Hij was de neef van de gelijknamige Franstalige Antwerpenaar en gouverneur-generaal van Belgisch Congo van 1934 tot 1946. De familie Rijkmans was een nest van wereldburgers, afkomstig uit Antwerpen en Mechelen, en was het eigenlijk veel meer wereldburger dan zelfverklaarde cosmopolitische elite die hen minachtte. Een echo van, van de huidige intellectuele elite als het ware. Want Simon Leijs, zoals ik hem nu ga noemen, was naast jurist vooral sinoloog en was gefascineerd door China. Hij bestudeerde de taal en de cultuur van het land en woonde en werkte jarenlang in Hongkong. En hij raakte al snel op de hoogte van het misdadige regime van Mao Zedong. Miljoenen doden, al was de omvang toen nog niet duidelijk, met de... Dus het regime van Mao, dat er miljoenen doden vielen onder het regime, was niet zo bekend. Maar na verloop van tijd kwam hij daar dus achter. Onder andere de grote sprong voorwaarts, toen de communistische leider het land in een versneld tempo wou industrialiseren. En dat ten koste van de landbouw. Iedereen moest naast zijn woning ook een eigen kleine staalfabriek hebben. Landbouwmateriaal werd gesmolten om dat staal te kunnen aanmaken, maar dat was natuurlijk van zo'n slechte kwaliteit dat het niet exporteerbaar was. Het gevolg was dat er hongersnood toesloeg in China. Daarna volgde een culturele revolutie, waar er een hetze werd georganiseerd tegen leraars en intellectuelen, met opnieuw miljoenen doden tot gevolg. Een zeldzaam geziene totaal ontwrichte totalitaire staat, dat was het China onder Mao. Maar, en dat is hetzelfde verhaal met wat ik vertelde over Cambodja, zo zagen de linkse intellectuelen in het Westen het niet. Ze slikten in stuitende naïviteit het ideologische bottelwerk van het rode boekje.
Sommigen gingen naar China als politieke pelgrims, zoals de fellow travelers in de Sovjet-Unie, en ze werden rondgeleid in Potemkin-dorp. Bij de terugreis schreven ze essays vol lof over de ideale maatschappij die China was, superieur aan het decadente kapitalistische Westen. Maar Simon Leys, die wist beter. In tegenstelling tot deze zondagsmaoïsten kende hij de realiteit van China. Dankzij vluchtelingen die naar Hongkong kwamen en dissidenten die hem kwamen vertellen dat keizer Mao eigenlijk geen kleren droeg. En in 1971 publiceerde Simon Leys een schokkend boek, Les habits neufs du président Mao. Zijn stelling was dat er in het Westen nuttige idioten waren die een monster verafgooiden. De gevolgen lieten niet op zich wachten. Leys, die deel uitmaakte van de Franstalige cultuurwereld, werd door de intellectuelen in de Parijse linkse salons met alle zonden van Israël overladen. Hij zou een leugenaar zijn en hij zou betaald zijn door de CIA. Zoals Frans Krols, hoofdredacteur van Trends, ooit in een recensie van een boek over Leys schreef: in Parijs een broeihard van maoïstische idiotieën, met onder meer voorgangster Simone de Beauvoir, de boezemvriendin van een vergelijkbare intellectuele zotskap, Jean-Paul Sartre, was Le Petit Belge de vijand. Het blad, het literaire blad Tel Quel, met aan de kop Philippe Solers, werd in de jaren 60 en 70 het Franse staatsblad van de maoïsten en kruiste de degens met Leys. Leys liep door de aversie van de linkse kringen, dus de zelfverklaarde verdedigers van de vrijheid, we moeten het herhalen, academische benoemingen mis. Men kan het zich vandaag moeilijk voorstellen, maar toch was het zo. Maar hij nam wraak en het was zoete wraak. We schrijven of we kijken, 27 mei 1983. Simon Leys is de gast in het bekende Franse literaire tv-programma Apostrophe op een Barabivo. En daar in de studio zit onder andere ook de Italiaanse schrijfster Maria Antoinette Machocchi. Die had het boek geschreven De La Chine, waarin ze vol bewondering was voor het regime van Mao. In die mate zelfs dat de Chinezen volgens haar vrij waren van de echtzonde, zo perfect was die wereld. Er was wel een probleem, maar Machocchi verstond geen woord Chinees. Simon Leys was nog wel, en op basis van zijn ervaringen maakte hij kipkap van Machocchi en haar Mao-ode adoratie rechtstreeks op tv. Zijn tussenkomst op Apostrof is nog altijd te bekijken op het videokanaal online Dailymotion. Hij zei tijdens de uitzending dat appelaars appelen voorbrengen, zoals idioten idiotieën. En hij liet geen spaande heel van Machocchi. De video, beste vrienden, is een juweeltje. Daar hadden de progressieve adepten van Mao niet van terug. Zelf bleef Simon Leys er bescheiden bij. Hij leefde daarna verder in een soort van intellectuele ballingschap in Australië. Hij schreef over zijn passies, zijn katholiek geloof, het zeilen, de goede smaak, de schoonheid. Simon Leys was een Belg of een Vlaming die het laatste kwart van de 20e eeuw de Nobelprijs literatuur verdiende. Bij deze een sorry aan Hugo Claus in het hiernamaals. Het is onbegrijpelijk dat die man hier in Antwerpen of Mechelen geen straatnaam heeft die naar hem is genoemd. Misschien een pleidooi voor in een van de volgende columns van Mia Donaert. Nu, als je dat filmpje over Apostrof bekijkt, dan zie je op de achtergrond een aantal personen in het publiek dat geamuseerd zit te kijken hoe Simon Leys op een beleefde, maar kordate manier de Mao-adepten de mantel uitvecht. Er is bijna een soort van opluchting te merken bij het publiek. Wel, opluchting is ook het woord dat het best het gevoel omschrijft wanneer veel Vlamingen de columns van Mia Donaert in de Standaard lezen. Opluchting omdat er iemand is die op een onderbouwde, belezen en intelligente manier ingaat tegen de dictatuur van de politiek correcte denken, die de platgetreden paden van het commentariaat verlaat. In een recensie van een van haar boeken had iemand het over de barones met de hamer. Ik zal zover niet gaan, maar we zijn er wel met z'n allen over eens dat Mia Donaert een echte verdediger is van het vrije woord, van de vrijheid in het algemeen en daarom de prijs van de vrijheid absoluut verdient. Ik dank u.